eerste cocktailparty krijgt Eduard de kans om de dames beter te leren kennen. En hij is zo origineel, hè. Ik had dat nu echt nooit verwacht van een multimiljonair. Echt niet. Alle butlers en netten kunnen nu vertrekken, want Flotten in de Waal is ter plekke. Ja, hij kan heel diepgaande gesprekken voeren. Amai, je drinkt er al. Ja, dit is niet voor niks dat ze maar snel Flotten in de Waal noemen, hè. Zeg, butler, zijn er geen pintjes? Ik kreeg het voor mijn water, zijn jongen. Ik vind het ook heel knap voor hem, want hij heeft het natuurlijk helemaal zelf gedaan, hè. Hij heeft zich van onderaan de ladder helemaal zelf opgewerkt. Hoe dat ik zo rijk ben geworden? Wel, van het statiegeld, van alle flesjes bier, deden ze ook maar een appartement lagen. Die zijn ik dus op een bepaald ogenblik allemaal naar de brouwer gaan terugdragen. En zo heb ik mijn eerste fortuin gemaakt. Ja, ja. Dank u. Gezondheid. Jongen, ik zat direct perfect in mijn rol. Bij iedere vrouw dat ze me stelde, ik wist direct het juiste antwoord. Dat is vader curieus dat ik in het echte leven geen multimiljonair geworden ben. Curieus. Hoe groot dat mijn domein is? Ja. Wel ja, dus mijn domein is zo groot als heel Frankrijk. Wat zeg ik? Nog groter dan Disneyland. Allee, pak nu dat ik 10 vaten bier zou leegdrinken. Dingen, juffrouw, dan kan ik mijn domein nog altijd niet afbakenen door gewoon door te pissen. Ja, ja. Ik denk niet dat ik mijn eigen vrouwen heb. Belangen niet. Tegendeel, al die greten, jongen, die worden er volledig mee weg. Allemaal. Greten, hè. Dat is toch? Ik heb dus 32 miljoen euro geërfd. En daar komt nog eens bij, iedere maand 600 euro dop. Interessant, zeg. Ja, dat vind ik ook, ja. Dames, ik heb een mededeling. Heer Eduard zal zo meteen een verscheurende keuze moeten maken. Hij zal 6 van jullie naar huis moeten sturen. Wat? Alla jongen, godverdomme, ik heb nog geen ene gepoept. Ja, zeg, 6 in één keer. Dat was echt een shock, echt waar. 6 op meteen. Dan kan de neus dat al direct naar ons moest. Zal ik echt niet zitten. Het moment van de waarheid is aangebroken. Meneer Eduard zal 6 onder jullie zo dadelijk met een erg waardevol juweeltje bedenken. Dit zal betekenen. Belang niet, stop er naar mij. Met al gesponsorde Jeannette Brol altaar. Ja, dat is wel goed dat je goed zo'n pad, denk ik. Want dan valt je toch uiteindelijk meer op dan al de rest, hè? Ja. Om te beginnen, ga met dat doetje op. Ga met al direct vertrekken, want volgens mij heb je uit te verbergen. Kom aan, bro. En voor de rest, iedereen van onder kent waarschijnlijk wel het schone sprookje van Assepoes en het gouden schoentje. Wel, ik heb een soutien. Dat is een nefcup. Een motorstot is die ik heb het speciaal voor deze programma laten maken. Iedereen die hierin past. Of voor wie dat hem te klaar is. Die mag blaven. Ja, ik vind dat dus echt gewoon niet eerlijk, hè. De VTM heeft mij een dagvergoeding beloofd van 500 euro plus overnachting. En nu? Ja, ik snap het echt niet. Ja, ik ben hier zelf een journalist op, hè. Ik kan dat niet kunnen afgoedelen. Die gaat dat zeker in het programma willen hebben. Ik zeker dan. Als het eerlijkste die nog over is, dus... Hallo, alsjeblieft. Voor Eduard is de eerste test geslaagd. Maar als hij de hand van Cindy wil veroveren, zal hij moeten blijven liegen. Of hij daarin slaagt, dat vertel ik u graag volgende week. Tot dan. Volgende week in Eduard de Rijke, een eerste conflict. Zeg, je denkt toch niet dat ik dat ga aan ben, zeker? Ik ben de enige die er nog staat. Maar allee, natuurlijk staat er alleen. Trek dat toch eens aan. Niks van. Allee, toe vanuit. Sorry. Dat gaat perfect passen. Ik zal niet zien, allee. Denk ik ook. Godverdomme, ik had die blonde moeten pakken. Ik veulen. Jullie.